en die ons niet mogen. Fuck je lekker! Ja! Clubs liggen onder vuur. No Surrender vormt daarop geen uitzondering. Kopstuk en het gezicht is de 53-jarige Henk Kuipers. Wij vroegen en kregen toestemming hem een half jaar te volgen. Zowel privé, maar ook als bikkelharde leider van de volgens justitie meest criminele motorclub van ons land. Jouw voorganger Klaas Otto die stelde ooit 80% van mijn leden is goed, 20% is slecht. Waarom moet ik boeten voor die 20%? Ben je het daarmee eens? Nee. Want? Nou ja, ik vind dat 20% niet slecht is. Slecht is pas als het bewezen is door de rechtbank of die slecht is. En ik ben niet degene die bepaalt of iemand slecht is. Die 1% MC's, die lijken ook als een soort van magneet te werken op mensen die weinig op hebben met de regels. Nou, het heeft wel, ik ben wel eerlijk, het heeft wel een magneeteffect op van jongens, maar op vrije mensen. En ik ben blij dat dat ook zo is, want wij hebben ook heel veel mensen, zeg ik, gewoon gered van ondergang. Samen met zijn zoon Alec runt Henk een sportschool in Emmen waar zij moeilijk opvoedbare jongens op het rechte pad proberen te houden. En dat gaat er niet bepaald zachtzinnig aan toe. Hier geldt het credo, wie niet horen wil, die moet maar voelen. Ik loop weg, hij trekt terug. Maar op het moment dat hij terugtrekt, kijk, ga de kot overheen, hier naartoe. Hup, naar beneden. Oeh, dat doet zeer, hè? Ja, dat doet pijn, ja. Nou hebben we net ook wat jongens gezien die ook een verleden hebben. Ja, behoorlijk. Hoe krijgen jullie die weer op het rechte pad? Discipline. Ja, door hem respect bij te brengen. En daarnaast, zoals iemand echt niet wil luisteren, kun je hem hier natuurlijk ook officieel legaal toetakelen. Snap je? Die slaat dubbel hierop, vast. En onder controle weer naar beneden. Hop. En als hij weer beneden is, dan pas echte controle. En dan pas hop. Ja. Ben je vaak in de gym hier? Ja. Waarom eigenlijk? Ja, dan kom ik tot rust in mijn hoofd. Wat zou er met die jongens gebeuren als jullie er niet over zouden ontfermen? In de vorm van Jamie, dat hij misschien wel iemand had doodgeschoten. Ja. En houdt hij je ook een beetje op het rechte pad? Dat doet hij vooral. En dan krijg je af en toe een stomp van hem, zoals we net zagen? Of, nou, als hij denkt dat ik een beetje van pad af raak, dan krijg ik wel een tik op de vingers, zeg maar. Heb jij zelf een strafblad? Ik heb een strafblad, ja. Eén geweldsdelict en ik ben nog bezig met de hoge beroep van rijden onder invloed, terwijl ik niet drink. Ja. Had dat strafblad langer moeten zijn? Nee. Eigenlijk de geweldsdelict had er helemaal niet moeten zijn. Als ik bedrijf op met een mes en ik word achterna gezet met een mes en ik verdedig me er tegen en ik bel zelf 112 en ik word meegenomen, ja, helaas. Ik heb 2 schoppen gegeven, meer niet. Dat was genoeg om 30 uur werkstraf te krijgen. Ja, Henk mag dan 53 zijn. Je moet wel van heel goede huizen komen, wil je de leider van No Surrender fysiek de baas zijn. Kuipers is namelijk een expert in zo'n beetje iedere Oosterse vechtsport en heeft door de jaren heen ook een indrukwekkende prijzenkast bijeengeslagen. Ik noem dat altijd mijn eigen museum, mijn privé museum. Maar hier bewaar ik al mijn gewone trofeeën. Het leukste is natuurlijk het eerste bekertje, toen ik 8 jaar was, in Veendam. Tweede van het noorden met judo. Mijn 10e dan diploma. 8e dan Krav Maga. Dan is de realische zelfverdediging dus hieronder. En dan heb je 10e dan Teutsu. En dit is eigenlijk, ja, waar ik meest trots op ben, dat is dat je de hoogste baas van de wereld bent geworden en dat er handtekeningen op staan van iedereen een beetje die in de vechtsportwereld wat te koop heeft. De hoogste baas van wat? Van de IBK. Van de bond die Free Fight organiseert, Kyushin Karate, et cetera, et cetera. En heb je er veel knock-out geslagen in je leven? Ik heb wel wat knock-outs op mijn naam. Ik ben zelf vaak knock-out gegaan, eerlijk gezegd. Maar je hebt er niks aan overgehouden? Een beetje minder zicht met linkeroog. En als je mijn handen ziet, wat gebroken handenwerken. Mijn jasje van mijn vader, moeder, mijn broer en zus die overleden zijn en mijn vriend die overleden is. Daar vocht ik altijd in. Dat stond altijd op je rug? Altijd op mijn rug. Ik vocht altijd met een pak aan. Okay. Ook met een vliegvaartwedstrijd. Want ik vond het makkelijk als ik iemand in de kop kon leggen dat ik mijn eigen jas kon vasthouden. Als je al die bekers ziet, kriebelt het dan stiekem toch nog niet een beetje? Nee, het is een tijd voor komen en gaan. Ik ben zo realist, over 20 jaar praten we misschien ook niet meer over mij. Dus ja, zo realist ben ik wel. Kom maar weg, Fred. Kom. Alec is 17 jaar, nog niet in bezit van het motorrijbewijs. Nee. Maar al wel lid van No Surrender. Ja. Heb je hem gestimuleerd om bij de club te komen? Of nee, zou je hem meer afraden? Dat. Ik heb hem liever afgeraden. Ik zei liever niet. Dus ja, en hij wou toch. Ja. Waarom? Nou, mooi, hè? Zit in het bloed. Dus ja. En waarom heb jij hem afgeraden eigenlijk? Nou ja, ik heb hem afgeraden niet omdat de club slecht is, maar omdat de mensen jou direct een stempel meegeven. Ze pesten hem nu al meer dan andere mensen van zijn leeftijd. Ja.
Dus dat, en als je dan de zoon van bent, dan word je nog meer niet gepest, maar je wordt vernederd. Je wordt belachelijk gemaakt. Maar vernederd door wie? Door de officier van justitie en door politiekorps. Zou jij je leven geven voor No Surrender? Ja, direct. Ja. Alle leden, denk je? Dat weet ik niet, daar sta ik niet voor in. Daar kan ik ook niet in over kijken. Maar heel veel wel. Je schrijft in je boek schrijf je ook dat je heel vaak in je droom al bent doodgeschoten. Ben je bang eigenlijk? Ik heb wel heel veel met de dood geworsteld. Maar niet voor angst, maar meer voor... als ik dit maar overleef, als ik dit maar overleef. Daar word ik ook bijna een ander mens van. Als ik praat over mijn dochtertje van 13. Als ik die maar groot zie worden. Snap je? Ja, begrijp ik heel goed. Als dus daar worstel ik meer mee dan met andere mensen die mij niet mogen. Ja. Maar ik worstel dus meer met mijn 5 kinderen en mijn kleinkind. En met mijn vrouw. Dan dat ik worstel met mijn eigen leven. Wat zou die een verdriet hebben, die van 13, als ik nog wegval? Ja. Snap je? Dat verdriet zou ik... Daar ben ik echt mee bezig. Ja, dat zou ik het ergste vinden wat me zo kan overkomen. Maar het is niet dat je continu over je schouder loopt te kijken. Heb jij dat gemerkt aan mij? Nee, ik heb het niet gemerkt. Nou, daarom. Dus ik kan me ook voorstellen dat het beleid van justitie averechts werkt. Als je clubhuizen sluit, dan heb je er ook geen zicht meer op. Je ziet het nu in Duitsland. Daar hebben ze de Bandidos Motorclub. Hebben ze de Collers, mag je niet meer dragen. En de Hells Angels en de Gremiums. Nou, wat hebben ze nu gedaan? BMC. Dat weet iedereen in het rood-geel. BMC, dat weet ik. Dat is de Bandidos Motorclub. En voorop staat een president. Ja, wat schiet je ermee op? Nee. Geen fuck, wat denk je nou dat ik die mensen niet ken? Dus het Openbaar Ministerie is bezig om de motorclubs te verdrijven. Nou, ik vind dat altijd een goed recht, dat moet je zelf weten, dat vind ik nog niet ernstig. Als je het op de waarheid doet, is dat maar goed. En dat een criminele organisatie is, dat is nou net niet waar. Want een criminele organisatie heeft een doel, crimineel geld verdienen. Nou, dat is bij ons zo. Onze doelstelling is motorrijden, feestvieren. Zo simpel is het. Motorrijden en feestvieren. Dat laatste gebeurt op de wekelijkse clubavond. En blijkbaar zo uitbundig dat de gemeente Emmen besloot om het plaatselijke clubhuis van No Surrender te sluiten. Sindsdien zetelen zij net over de grens in Duitsland. Maar er wordt ook regelmatig in de reguliere horeca afgesproken. Zoals vanavond in het centrum van Emmen. Kijk, dat is onze dorpsgek Kobus. Ja, die heeft het langst overgedaan om lid te worden. Maar ja, hij is wel echt een brother geworden, hè. En die ons niet mogen. Fuck je lekker! Ja! Ik vind dat we het allemaal knap doen in het noorden, ben ik serieus. De chap is ook, we hebben Almere erbij in Alkmaar, dat weten jullie. Daar hebben we Almere dinsdag hebben gezeten, daar gaan we de Rocktoberparty houden. Ik zeg, dat wordt niet de hele dag negen muziek. Dat wordt niet de hele dag house muziek. Dat wordt niet de hele dag Marokkaanse rap. Omdat het in het westen is, dat wordt ook... Zoals wij muziek beleven. Ik heb een idee om ons ook positief in het daglicht te stellen. Bij ons is een man die heeft een dierentuintje voor de kinderen. En dan kunnen we hem sponsoren voor 50 euro in het jaar. Ik heb een badje daar. Zo. Dus dat is ook geen geld. En dan met de krant erbij dat we ook goede dingen doen. Niet alleen dat ze... Voor die 50 euro doen we direct mee. Dat heb ik ook zo. Ja toch, ja. Dus dat... Per jaar? Dat was per jaar, hè? No Surrender Forever. En laat de jongens in binnen komen. Iedereen binnen. Jongens, mag ik een aandacht? Dat weet je wel, ja. Iedereen luisteren. We beginnen eerst met een nieuwe full member. Marcel, kom eens hier. Marcel, die wordt vandaag full member bij de chapter Emmen. Hey! Peter, gefeliciteerd, man. En welkom bij de club. Dank je wel. En we krijgen ook voor de eerst knappe kerels bij, geloof ik. Kobus. Oké, No Surrender Forever. Muziek! Wat gaat er voor de rest vanavond gebeuren? Ja, die jongens gaan een beetje lol maken, joh. En binnen aan de bar een beetje hangen, gezellig drinken en feest maken. En voor de rest niks. Klinkt bijna als een breiklub. Nou ja, het is de breiklub. Ik weet niet of er nou zoveel alcohol doorgaat. En, week in Captain Henk krijgt de leider van No Surrender goed nieuws. Zijn in beslag genomen motor kan weer worden opgehaald. Hij loopt niet meer. Maar hij is er wel. De ultieme droom van elke biker natuurlijk. Hè? Dit is porno, ja, dit is het mooiste wat er is. I'm a motorcycle man.